Leeuw, welkom bij jullie reading voor de komende 3 maanden, oktober, november, december. Voor iedereen die leeuw in zijn zon, maan of ascendant heeft of een andere plaatsing. Crosswatchers, jullie zijn welkom. We gaan meteen beginnen. Ik begin met de tea leaves. En ik kijk ook altijd even wat er onder op het dek ligt. Na het voorschudden op de energieleeuw hebben we het boeket. Dus in deze komende 3 maanden kun je complimenten verwachten van iemand die jou admireert. Iemand die naar je opkijkt. Iemand die je waardeert. Een admirer. Een bewonderaar. Complimenten van een bewonderaar. Ik zet hem hier neer. Universum, wat mogen wij voor de leeuw ontvangen? Sterrenbeeld leeuw voor de maand oktober. Ja, dankjewel. Grote passie. Voor de maand oktober. En onder op het volgende dek hebben we voor deze komende 3 maanden een hele hoop vuur. Sterke emoties, passie, gepassioneerde liefde of haat. Laten we hopen dat het liefde is. Universum. 1 kaart, ook uit deze stapel voor het sterrenbeeld leeuw, voor de maand oktober. Wat kan leeuw verwachten in oktober? Dus de eerste 2 kaarten zijn voor de komende 3 maanden. Passie en complimenten. Of sterke emoties, vuur. En de tulp, grote passie, heeft te maken met de maand oktober. Wat mag er nog meer naar voren komen voor oktober? Voor leeuw. Voor de maand oktober, universum. Voor leeuw. Het zijn er te veel. De maand oktober. Ja. Iets belangrijks speelt in de maand oktober en dat kan te maken hebben met een nieuwe baan of een raise, dus een stapje hoger op de ladder, een promotie wellicht. Universum, wat mogen we ontvangen voor het sterrenbeeld leeuw? Ja, ik zie een huwelijk. Voor sommigen van jullie gaat er in oktober een contract getekend worden voor een nieuwe baan, leeuw. Wat mag er naar voren komen voor leeuw voor november? 1 kaart. We hebben de wortel. Een opportunity or windfall. Een meevaller, een kans in de maand november. En we hebben ook voor de maand november, let op je gezondheid. Dan wil ik uit deze stapel ook nog een kaart voor de maand november. Universum. Voor leeuw. Wat mag er naar voren komen voor leeuw voor de maand november? Voor de maand november voor leeuw. 1 kaart. Nou, we hebben te maken hebben van relatie met een oudere man. Ik zet hem hier neer. En daaronder hebben we een tijdelijke situatie in november en de weg zal je gewezen worden. Let op je gezondheid. Er komen mogelijkheden of een soort van meevaller die je zult krijgen in november. En te maken hebben met een oudere man. Dus een oudere man speelt een rol in de maand november. Universum, wat mogen we ontvangen voor leeuw voor december? December. 1 kaart voor december. De maand december voor het sterrenbeeld leeuw. De maand december voor het sterrenbeeld leeuw. December. Eén kaart voor december voor leeuw. December, het gevoel hebben dat er iets mist in je leven, liefde, geld of bepaalde doelen. En ik zie dan onder op het dek februari liggen. Ik leg de stapel hier terug. Uit de volgende stapel wil ik ook nog 1 kaart voor leeuw voor de maand december. Voor de maand december. Wat mag er naar voren komen voor leeuw?
Oeh, een diamant. Je zult een kostbaar geschenk ontvangen in de maand december. En we hebben weer de kaart carrière onder op het dek. Dus dit kan ook iets zijn waar je ja, heel sterk mee bezig zult zijn of aan het overdenken bent. Carrière in de maand december. Onder op het dek, na het voorschudden op jullie energieleeuw, hebben we de kelken 6. Wat te maken heeft met ja, het verleden. Terugdenken aan herinneringen. Dus het kan iets zijn wat je ja, de komende 3 maanden veel terugdenkt aan situaties uit het verleden. Aan herinneringen, mooie herinneringen. Want dit is echt nostalgie. Dit heeft ook te maken met kinderen, die kelken 6. Dus ook kinderen kunnen een rol spelen in de komende 3 maanden. Of het omarmen van je innerlijke kind. Bekers 6. Ik stop hem terug. Universum. Wat mogen wij ontvangen voor sterrenbeeld leeuw voor de maand oktober? Sterrenbeeld leeuw voor de maand oktober. Wauw. En meteen hebben we een kaart voor de maand oktober, de keizerin. Dit is de geboorte van iets nieuws, leeuw. Voor oktober. Groei. Wat mogen we nog meer ontvangen voor leeuw voor de maand november? Voor leeuw. Pentakels 8. Dit kan te maken hebben met werksituaties. Of een situatie die zich verbetert, waar je aan werkt. Universum, wat mogen we ontvangen voor de maand december? Voor sterrenbeeld leeuw, december. De zwaarde 4. Dus waar november misschien nog een drukkere maand gaat zijn, leeuw, zie ik jullie in de maand december meer focussen op je gezondheid, herstel, meer rust nemen, meer innerlijke rust vinden. Terwijl ja, november nog heel druk kan zijn, ook op werkgebied. En je komt in november tot een bewustwording van, ja, dus misschien beter om het toch rustiger aan te doen, ook in het kader van mijn eigen gezondheid. Omdat we die gezondheid hebben liggen in november. Het kan zijn dat je een carrièrekans krijgt, waardoor je in november heel veel ja, werk zult verrichten. Het kan ook te maken hebben met een zakelijk idee wat je krijgt in de maand oktober. Want die keizerin staat ook voor ja, creatieve ideeën, de geboorte van een nieuwe zakelijk idee of iets nieuws op zakelijk gebied. En we hebben hier een nieuwe baan of een nieuwe bron van inkomsten waar je ja, het werk in gaat stoppen. Grote passie zien we in oktober. En ik zie nu onder het dek de sterkaart. Een kaart van healing, wensvervulling. En onder het volgende dek hebben we hier de geliefde kaart. En dat heeft te maken met liefde, maar ook met keuzes maken die te maken hebben met je geluk in het leven. Dus dat is ook iets wat in deze komende 3 maanden centraal staat, leeuw, keuzes maken. Maar ook ja, de liefde, de geliefde om je heen. Universum, voor oktober, waarom hebben we hier de keizerin liggen voor leeuw? Voor de maand oktober. Voor de maand oktober. Waarom ligt hier de keizerin in oktober? Ja, die keizerin, dit is ook een kaart van rijkdom. Dit kan ook zijn hoe iemand je ziet. Want we hebben hier complimenten van een bewonderaar. En dat kan iemand zijn die op een soort van voetstuk
heeft geplaatst met die keizerin. Dit is iemand die ja, het goed voor elkaar heeft. Een mooie verschijning. Heel liefdevol, zorgzaam. Moederenergie. We hebben de schildknaap van staven. Goed nieuws in de maand oktober. Maar ook een nieuwe start, creatieve ideeën. Want dat is ook waar die schildknaap van staven voor staat. Het is iemand die ja, heel gemotiveerd is, heel enthousiast ergens over is. Een nieuw avontuur, nieuw begin. Waarom ligt hier de keizerin voor Leo? Nog twee kaarten voor de keizerin. En ja, we hebben ook in oktober die passie. Passie, een nieuwe baan. Waarom ligt hier... En die race wat we hier hebben, die promotie, dat kan ook te maken hebben met groei, ontwikkeling, vermeerdering. Iets wat je zelf, waar je zelf actie op gaat ondernemen. Waarom ligt hier de keizerin? En de keizerin is ook een energie van je rijk voelen. En niet alleen rijk financieel gebied, maar... Rijk als het gaat om de connecties die je hebt. Als het gaat om je financiële situatie. Als het gaat om je persoonlijke ontwikkeling, je groei. We hebben de Pentakels 10. Wauw. Ja, en de Pentakels 10 is ook een kaart van voorspoed en rijkdom. Een stabiele basis, betrouwbare relaties. Iets op kunnen bouwen voor jezelf, voor je kinderen wellicht. Waarom ligt hier de keizerin? Dus in oktober zie ik sowieso, Leo, goed nieuws. Wat verband kan houden met je financiële situatie. Maar ook een nieuwe start, zoals een nieuwe baan. Waardoor je ja, voor jezelf iets stabiels en voor je gezin, voor je familie. Ook familie zie ik centraal staan. En er kan ook goed nieuws binnenkomen in je familie. En dat kan ook te maken hebben met de geboorte van een kind. En voor sommigen van jullie inderdaad een nieuw zakelijke, iets zakelijks wat je gaat starten in oktober. Universum, wat mag er nog meer naar voren komen voor de keizerin, voor Leo in oktober? Oeh, we hebben ook de zwaarde 2. Dat het kan wat zijn, wat besluiteloosheid, niet weten welke keuze te maken... De dingen zijn nog onzeker. Je wil je hart beschermen. Maar daar zie ik je dus uitkomen. Want met die keizerin, met die schildknaap van staven, krijg je de ideeën of komt de informatie binnen. Middels goed nieuws, communicatie. Waardoor je de helderheid zult krijgen. Dit kan iets zijn waar je dus nu al over nadenkt. Maar waar je nog niet direct ja, de actie op onderneemt. Of het kan iets zijn wat je op dit moment nog niet ziet. Waarom ligt hier die zwaarde 2 voor Leo in oktober? Waarom ligt hier de zwaarden 2 in oktober? Waarom ligt hier de zwaarden 2? Omdat je je ergens druk over maakt met die zwaarde 9. Ergens zit je over in je hoofd. Het kan ook iets zijn wat nu al speelt. Want we hebben morgen natuurlijk al oktober. En toch zie ik je daar met de keuzekaart die we ook zagen... Dus een keuze maken of een idee krijgen wat heel positief succesvol zal zijn. Wat meer stabiliteit en zekerheid gaat brengen. Ja, positieve vooruitgang. En positief nieuws wat er binnenkomt. En dat kan vanaf morgen dus al zijn. Want ik heb het gevoel binnen 2 dagen kan er al... positief nieuws binnenkomen over iets waar je onzekerheid over hebt. Dus 2 dagen, we zitten nu op maandag, woensdag.
Want ik heb het gevoel dat dit nog iets is in de afrondende fase van september. Maar er komt. Dus je bent je nu nog zorgen ergens over aan het maken, Leeuw. Ik heb het gevoel binnen een paar dagen gaat er goed nieuws binnenkomen. Waardoor je ook vooruit kan, waardoor je verder kan. Kijk, de keizerin. Dan gaan we verder naar november. Waarom ligt hier die pentakels 8 voor Leeuw in november? Pentakels 8 voor Leeuw in de maand november. Waarom ligt hier die pentakels 8 in universum? Pentakels 8. De kelken 5. Teleurstellingen, spijtgevoelens, verdrietig zijn, depressie. Waarom ligt hier de pentakels 8? De pentakels 8 in november, de aas van staven. Wauw, ja, nieuwe kansen. En dat hebben we hier liggen, hè? Met die wortel, een kans of een meevaller? De aas van staven. Waarom ligt hier die pentakels 8? De pentakels 8. Pentakels 8 heeft ook te maken met je kennis uitbreiden, werken aan bepaalde talenten die je hebt. Het kan te maken hebben met extra informatie, extra ergens in verdiepen, leren, studie, opleiding. En we hebben het oordeel. Onder op het dek hebben we de pentakels 5. Ook weer een kaart van een soort van verlies, een gemis. Een gemiste kans. Je bent misschien in de maand november, ga je overdenken om iets opnieuw op te pakken. Of ik zie je inderdaad een nieuwe, met een oplossing komen voor iets. Een aanpak om een situatie te verbeteren. Dit kan ook met je gezondheid te maken hebben. Een eerder iets wat je hebt gedaan, heeft niet geleid tot het resultaat wat je graag gewild had. Met de kelken 5. Want ja, dit kan ook staan voor gemiste kans of iets is niet zo gelopen als dat je graag gewild had. En je vindt in die maand november een nieuwe manier of een soort van oplossing of een idee wat je krijgt. Waar je dus actie op gaat ondernemen, waar je op gaat focussen, waar je aan gaat werken. En dit kan ook iets zijn, een idee wat je krijgt door iemand anders. En we hebben hier die oudere man liggen in de maand november. Dus er kan ook je iets aangereikt worden middels communicatie of op een andere manier. Waardoor je verder kunt en een soort van helderheid gaat krijgen en aan de slag kunt. Want het is een vernieuwing ook met het oordeel. Terugkijken op hoe heb ik het in het verleden gedaan. Ook vergeving, als je ergens spijt van hebt met die kelken 5. Want het kan ook zo zijn en het kan te maken hebben met werk of met andere situaties die er spelen. Maar je vindt in die maand november weer een nieuwe weg of een oplossing of een idee om of de situatie die geleid heeft tot teleurstelling niet gelopen is weer op te pakken. En opnieuw alsnog daaraan te gaan werken en het een succes te maken. Of je neemt inderdaad hetgene wat in eerste instantie geleid heeft tot een teleurstelling. Dat neem je mee om weer opnieuw ergens aan te gaan werken. Of een nieuwe aanpak, een andere aanpak. Je hebt nu misschien ervaren hoe het niet moet en je gaat het nou op een nieuwe manier aanpakken. Ik zie een soort van bewustwording krijgen.
in die maand november. En het kan ook te maken hebben met het werken aan je financiële situatie. Dat je daar nieuwe ideeën over krijgt. Iets op een nieuwe manier gaat doen. En het is tegelijkertijd ook iets wat meer voldoening gaat brengen. Er wordt je een kans of een, ja, er komt een meevaller. Dan hebben we de maand december. Die is waarde 4. Dus dit is echt je terugtrekken. Mediteren. Waarom ligt je zware 4? Je rust nemen. Meer slaap nemen. Waarom ligt je zware 4? Voor leeuw. In de maand december. Waarom ligt hier de zwaarde 4 voor leeuw in de maand december? Koningin van zwaarden, tweeling weegschaal, waterman energie en leeuw. Je kunt ook een plaatsing hebben in een luchtteken. Of dit is iemand die je dat advies geeft. Het kan ook een externe persoon zijn. Iemand die een ja, externe persoon zei ik al, dat klinkt heel raar. Maar iemand die ja, vanuit zijn beroep adviseert. Of het kan een tweeling weegschaal waterman zijn in je omgeving. Universum, waarom ligt hier zwaarde 4? Oeh, we hebben een torenmoment. Waarom ligt hier de zwaarde 4? De kelken 8. Ja, er kan iets gebeuren, iets onverwachts. Waardoor je eigenlijk gedwongen bent om de feiten op een rij te zetten. Om eerlijk te zijn, eerlijk te kijken naar de situatie. Het is nodig om iets te veranderen. En ik heb ook het gevoel dat er meer balans nodig is. En dat je misschien in de maand december met de neus op de feiten gedrukt wordt. Het is tijd om even rust te nemen, een stapje terug te doen. Keuzes te maken die goed zijn voor jezelf, dat is ook wat de koningin van zwaarden doet. En ze is niet bang om dan veranderingen aan te brengen, om dingen achter te laten. Als het... ten doel heeft om meer vrijheid, meer geluk, meer voorspoed, een betere gezondheid, wat dan ook, voor zichzelf te creëren. Ook zie ik voor sommigen van jullie, leeuw, dat je het, de communicatie gaat verbreken met iemand. Dat er eerst nog een gesprek gaat plaatsvinden in de maand december. En dat je dan echt je terug zult trekken. En je gaat focussen op jezelf. Ja, ik heb het gevoel dat er in december een gesprek gaat plaatsvinden. En het kan zijn dat je naar aanleiding van het gesprek besluit om ergens van te distancieren of iets los te laten, je emotioneel terug te trekken. Die koningin van zwaarden staat ook voor de waarheid.
Dus er kan ook een soort van waarheid gesproken worden. Ja, waardoor je je bewust wordt dat bepaalde patronen misschien ook losgelaten moeten worden. En je rust moet gaan nemen, leeuw. Maar ik zie dus communicatie plaatsvinden in de maand december met iemand. Het kan een schorpioen zijn. Een tweelingweegschaal waterman. Of je hebt zelf luchtenergie en schorpioen. Een hele sterke plaatsing ergens. Ook zie ik voor de maand november dat er communicatie kan komen van iets, ja, iemand die een tweede kans wil of iemand die iets opnieuw wil aanbieden. Iemand die spijt heeft en die nu wil werken aan jullie situatie in de maand november. Dus Leeuw, dat is wat er voor jullie door mag komen. Ik hoop dat je er een boodschap uit hebt kunnen halen. En ik wens jullie, ja, een hele mooie 3 maanden toe. En tot de volgende reading weer. Dag!